Onder klantgerichtheid verstaan wij allereerst luisteren naar wat je klant echt wil. En nadat je geluisterd hebt, dan ga je een product leveren waar de klant niet om vraagt, maar wel wat hij nodig heeft. En daarna kun je als adviseur eigenlijk een stap terug doen. Want als je een stap terug doet, kun je een stap naar voren doen op het moment dat die klant jou nodig heeft. En die heeft ons primair nodig als hij schade heeft of als hij problemen heeft op welk gebied van schade dan ook. Dat vinden wij klantgerichtheid.